Hoe kun je ontspannen getuige zijn? Weet je hoe ik aan die vraag voor dat hoofdstuk kom? Omdat ik jongeren op cursus had die een als stukje stresskippen soms daar zitten van ja, hoe vertel ik het? En dan vraag ik altijd, ja, wat bedoel je met het? Ja, zeg dan, het evangelie. Ik zeg nou, relax. Je hoeft niet alles in één keer te vertellen en je hoeft niet op eigen titel iemand te gaan bekeren. Ik noem het ook wel eens de bekeringskramp. Dat een jongere zo graag wil dat zijn vriend of vriendin tot geloof komt, of zijn vader of zijn moeder. En die wil dan alles op alles zitten, wat moet ik doen zodat die ander tot geloof komt? En dan zeg ik altijd, joh, maar dat kun je niet en dat hoef je niet te doen. Er wordt niet van je gevraagd dat je heel erg je best doet om het evangelie eens eventjes in 3 stappen uit te leggen. En dan, hier kunt u tekenen en iemand is tot geloof gekomen. Nee, ontspannen getuige zijn, dat betekent dat je weet dat God uiteindelijk degene is die iemand kan omkeren, kan bekeren. En dat ben niet jij. Hij wil ons inschakelen om getuige te zijn en iets te laten zien van wat het betekent om te geloven. Maar dat wil niet zeggen dat je de hele klus in je eentje moet doen. Daar raak je heel gestrest van. En dat is alles behalve ontspannen christen zijn.